Nou is bruin, grijze kant weer. Ja, die grijze, ik vond dus dat ze mooi bruin zag. Ja. Lokale Indianen een drankje aangeboden en dat heette chocolattel. En dat was inderdaad op basis van cacao. Maar dat lijkt dus in de verste verte niet op chocola zoals wij dat kennen. Op chocolademelk zoals wij dat kennen. Dat was een hele bittere drank. En die zo pikant gemaakt was met in cacao een substantie dat heet theobromine. En ja, dat maakt in je lichaam allerlei stoffen los. Dat geeft een soort chemische reactie te deze. En een van de dingen die het losmaakt is zogenaamde dopamine. Hetzelfde wat een gezonde schoolverslaving kan doen. Columbus die heeft dus wel de cacao als eerste westerling meegenomen naar het westen. Er is ook een gedeelte blijven hangen op de Canarische eilanden. En daar ontstaat eigenlijk langzaam